Kijk, zij gaat heel snel met de bok schudden en dat is eigenlijk heel mooi om te zien. Apen lezen ons de les. Ze bouwt zich nu spanning op. Wat Socrates doet, die zit met die dikke vingers erin te roeren. Wat kunnen mensen van hun gedrag leren? Socrates heeft bijna geen enkele keer noten uit die bok gehaald. Hij speelt gewoon zijn spel slim, zorgt dat iedereen rustig en veilig kan zitten en iedereen profiteert ervan. Dat is het spel wat chimpansees perfect snappen en dat wij af en toe in organisaties, bedrijven, maar ook soms in de klas gewoon niet meer heel erg goed snappen. Wetenschap in de dierentuin. Je ziet het in. Komt een aap bij de dokter.